Dit is UitTV, het uitgaansprogramma voor de regio Arnhem-Nijmegen. Boordevol cultuur, muziek, films, theater, concertinfo en natuurlijk uitgaan. In deze UitTV nemen we vast een voorproefje op de 42e editie van de Vierdaagse Feesten. Maar daarover straks meer. Eerst gaan we op zoek naar nachtelijke natuur en dieren in Arnhem. Dierentuin Burgerzoo in Arnhem houdt dit jaar weer zijn 7 zomerse avonduren. Op 7 zaterdagen in juli en augustus kunnen bezoekers van 5 tot 9 uur extra lang genieten van al het moois aan dieren dat in het park loopt, kruipt, slingert en fladdert. Nou, we hebben in de zomer 7 zaterdagen lang zomerse avonturen. Daar beginnen we aanstaande zaterdag mee. En dan kunnen de bezoekers vanaf 5 uur voor de helft van de normale prijs naar de dierentuin. Mogen ze extra lang blijven tot 9 uur en dan organiseren we allerlei bijzondere dingen. Bijvoorbeeld rondleidingen hier door de Rimba. Maar ook langs de safari. En ja, wat we verder doen is bijvoorbeeld dat je een kijkje achter het scherm mag nemen bij de Ocean. Het thema is jong en oud. Daar kunnen we heel veel mee, want we hebben heel veel jonge dieren in de zomer natuurlijk. Nou, die zijn hier allemaal prachtig te zien met het mooie zomerse weer. Met dank aan IVN Arnhem hebben we dus gidsen die speciale rondleidingen hier verzorgen. Maar die ook informatiestands bemannen. En daar zijn allerlei leuke activiteiten voor jong en oud. Dus op een spelende wijs leer je dus steeds meer over de dieren in het park. De Rimba is een Aziatisch themagebied. En daar vind je dus allerlei dieren die oorspronkelijk in Maleisië voorkomen. Of in de directe omgeving, bijvoorbeeld in Indonesië. Ja, we hebben ook rondleidingen door de safari. Dat vinden natuurlijk heel veel mensen ook heel erg leuk met giraffen, met neushoorns, met leeuwen, met cheetahs. En dat zijn ook echt dieren waar mensen graag wat meer over willen weten. Dus daar hebben we op ingespeeld. Daar kunt u ook met de rondleiding langs. De bezoekers die al eerder willen komen, die dus overdag komen, die mogen van ons gewoon blijven inderdaad. Dus die krijgen als extra dat ze extra lang de dierentuin mogen bezoeken. En vanaf 5 uur kunnen ze dus ook aan die bijzondere activiteiten deelnemen. Nou, we zijn hier achter de schermen van de Ocean. Dat is natuurlijk een plaats waar je normaal als bezoeker nooit mag komen. Maar tijdens de zomerse avonturen maken we het speciaal hier open en toegankelijk voor het publiek. En dan kun je dus kijken hoe we kweken met levend koraal, wat heel bijzonder is. Hier beneden ons zien we het levend koraalrif. En je kunt ook bijvoorbeeld kijken van hoe worden die haaien nou gehouden. Die hamerhaaien die we nieuw hebben, maar ook de zwartpunthaaien, hoe dat gaat. We hebben hier heel veel mensen die veel uitleg kunnen geven. Dus ja, als je altijd eens een keer had willen weten van hoe werkt nou zo'n aquarium achter de schermen, dan moet je zeker een keer komen kijken. Normaal gesproken kun je dus niet achter het scherm bij de Ocean kijken. Maar tijdens de zomerse avonturen kun je dus van 5 tot 9 uur kun je hier een kijkje komen nemen. En dan kun je dus echt achter de schermen zien hoe een aquarium van 8 miljoen liter water wordt gerund. Want daar komt natuurlijk heel veel bij kijken. Nou, wat we bijvoorbeeld hier achter de schermen uitleggen, is dat koralen dieren zijn en geen planten. Want dat denken heel veel mensen. Wat je hier ziet is een skelet van een koraalkolonie. En die bestaat dus uit tienduizenden hele kleine diertjes. En die diertjes maken met behulp van kalk maken ze een skelet. Nou, we hebben dus continu nieuwe kalk nodig in het water, omdat die diertjes alle kalk uit het water halen. Achter mij hier zie je dus een installatie waarmee we die kalkhoeveelheid op peil houden. Dus we brengen continu kalk terug in de Ocean. Meer informatie over het dierenpark en de zomerse avondopenstelling is te vinden op www.burgerszoo.nl. Voor velen van ons is het al vakantie. Wat doe je met je vrije tijd? Zoek niet verder, want wij hebben de beste uitgaanstips voor je op een rijtje in Uitgelicht. Met alle respect, maar Theo Maassen heeft natuurlijk absoluut geen media-aandacht nodig. Hij heeft geen wervende teksten en ook geen grappig bedoelde foto's nodig om zijn product aan de man te brengen. Sterker nog, als u dit leest, hoort of ziet, bent u hoogstwaarschijnlijk al te laat om nog een kaartje te bemachtigen. Voor de duidelijkheid, ik citeer Theo Maassen zelf. Wellicht waardeert niet iedereen deze zelfspot, maar Maassen is nou eenmaal het enfant terrible onder de cabaretiers. En de directie van het Posttheater in Arnhem is er natuurlijk trots op dat hij maar liefst 3 avonden komt try-outen in het Posttheater. Wilt u erheen? Nou, houd dan goed de website in de gaten, want Theo zal in september op de planken staan in Arnhem. Informatie over de kaartverkoop voor de show Met alle respect van Theo Maassen kunt u terugvinden op www.posttheater.nl. Straks hebben we nog een geweldige uittip voor je. Eerst brengen we je vast in de Vierdaagse stemming. Want het schiet al lekker op natuurlijk. The loveless Sahara. Right. Ladies, let's make love on the dance floor. Yo!
heel even en het startschot voor de 95e editie van de Nijmeegse Vierdaagse klinkt. Zo'n 40.000 wandelaars en een veelvoud aan aanmoedigend publiek moet er weer een groot festijn van maken. Degenen die de wandelschoenen toch liever in de kast houden, hoeven zich niet bepaald te vervelen. Ons werelds grootste wandelevenement wordt namelijk voor de 42e keer ook de Vierdaagse feesten gehouden. Op ruim 40 locaties in de binnenstad is het 7 dagen lang muziek, dansen en feesten tot je erbij neervalt. House, rock, salsa, singer-songwriter en Nederlandstalig. Aan alle smaken en leeftijden is gedacht. Hoe zou de Vierdaagse eruit zien zonder feesten? Ja, rustig denk ik. Nou ja, je hebt natuurlijk wel 40.000 wandelaars als het er niet meer zijn die door alle gemeentes lopen. Ja. Maar je mist natuurlijk per avond zo'n 200.000 bezoekers. En daar hebben we weer een heel mooi programma voor neergezet, denk ik. Ja. Dit jaar is gekozen voor een kleinschaligere aanpak als de voorgaande jaren, wat de artiesten betreft tenminste. Wat betekent dat in de praktijk? Dat we meer artiesten hebben. Ja, grappig hè? Ja, we hebben van de week zitten tellen. We hebben dit jaar 800 optredens en 2400 artiesten. Dus het is echt weer een stuk meer dan vorig jaar. Dus ik ben ook overal aan het vertellen van, dat zijn misschien een paar grote namen niet. Ze zijn er wel maar in de kerk, dat is toch wat anders. Een hele mooie omgeving. Maar er zijn wel veel meer artiesten en ik denk veel meer kwaliteit. En je zijn er ook wel heel veel die je ook wel de komende jaren weer terug gaat zien op andere festivals. Ik ben best wel trots op wat ook de ondernemers allemaal neer hebben gezet dit jaar. Wat zijn nou echt de publiekstrekkers dadelijk? Ik denk de pleinen. En dan is het net de sfeer waar je heen gaat. Of je naar het Valkhof wil, of wil je naar Waalkade Live. Wil je feest op de Betouwstraat. Wil je de kinderprogrammering overdag. Het is maar net, waar hou je van? En dat is natuurlijk de breedte van het feest. En dat willen we ook benadrukken. 28 podia, alles is er. Joris Iversplein wordt een tributeplein. Dus daar komen heel veel bekende bands, maar dan een tribute aan de band. Dus dat is het feest der herkenning. En Waalgaande Live, die heeft eigenlijk iedere avond een andere thematiek die ze kiest. Met op zaterdag ook Frank Boeien. En dat wordt ook echt een ontmoetingsplein. Dat wordt, er staan echt goede bands. En feest. Echt gewoon feest. Hij heeft ik heb de tekeningen gezien, heel mooi ingericht. Dus dat gaat ook anders voelen. Ja, de horeca daarachter heeft natuurlijk al die terrassen staan. Dus dat sluit ook heel mooi op elkaar aan. Dus ja, ik heb er echt wel vertrouwen in. Het moet wel mooi weer zijn, hè? Dat doen we, ja. Roze Woensdag hebben we ook nog. Ja, Roze Woensdag, vuurwerk, gevelconcert. Dat zijn echt de gouden ouwe. En die houden we er heel graag in. 1,4 miljoen bezoekers, dat was de laatste keer. Wat zijn de verwachtingen voor dit jaar? Nou, als het goed weer is, denk ik zeker dat we dat gewoon weer aan mensen krijgen. Omdat mensen ook, ja, dat merk je ook bij aan de mail, aan Facebook, aan de Twitter. Wordt gewoon heel actief al gezegd van, ja, we zien elkaar. Het is ook zo Nijmeegs en ook ja. Daarbuiten, mensen komen toch wel. En ja, weet je, wat we niet in het weer in de hand hebben, is het weer. En daar ben je dan toch wel afhankelijk van. Dus eigenlijk, behalve een gezellig evenement zonder incidenten, hoopt de organisatie op mooi weer. Ja, absoluut. Ja, zeker weten. Wie van tevoren wil weten wat en waar tijdens de Vierdaagse Week zo'n beetje gebeurt, kan het programmaoverzicht van de diverse podia vinden op www.vierdaagsefeesten.nl. Iedereen in de stemming voor de komende Vierdaagse Feesten? Mooi! Uit TV heeft alvast een tip voor je als je weer terug bent van vakantie. Ook dit jaar zal op 3 en 4 september het Raadhuisplein in Huissen toneel vormen van de Buitenpoort Tribute Party. Het is inmiddels een jaar geleden dat tributeparty.nl voor het eerst Huissen aandeed. Veel nieuwsgierigen kwamen een blik werpen op het feest dat op het plein gaande was. Herinnert u zich de topmuzikanten van onder andere de tributebands van The Police en U2 nog? Of de muziek van de Dire Straits en ABBA? Ook voor deze editie zijn de beste nationale en internationale tributebands naar het stadje van plezier gehaald.
en de sfeervolle setting blijft hetzelfde. Wederom de beste live muziek en een overkapt festivalterrein midden in het centrum van Huissen. Dat belooft opnieuw een knallend feest vol jeugdsentiment en herkenning te worden. Zet 3 en 4 september dus vast in je agenda. Meer informatie op www.tributeparty.nl. En zo komen we alweer aan het einde van deze aflevering van UitTV. Je ziet UitTV elke donderdag tot en met maandag direct na het kanaal 13 Nieuws. Wil je deze of een oude aflevering nog een keer terugkijken? Check dan even de website www.kanaal13.tv. Oh ja, we hebben natuurlijk ook een YouTube kanaal. Zoek op YouTube naar kanaal 13 Televisie. Geniet van je weekend en tot de volgende keer.